1. Hij is weer begonnen, de enige borrel zonder alcohol met heel veel water. En gezellige mensen natuurlijk ook altijd. Ja, ja, het moet altijd een beetje publiek omroep, hè. Het is altijd een beetje een goedkope borrel moet het zijn. Dus vandaar dat er een oud broodje stond, daar was van gisteren over. Maar jullie hebben er niks van geproefd, hè? Nee. Dat was best oké, okay, hè? Dat was vol. Lekker gekant. Ja, ik ben gewoon even naar een melkveeboer geweest hier vlakbij. Die heeft kaas gehaald. Okay, en jij natuurlijk wel Ayoub. Boer Ayoub is hier, een stadsjongen met een boerendroom. We gaan het over jouw boek hebben en je nieuwe single die volgende week uitkomt. En natuurlijk hoe het allemaal begonnen is met jouw bekendheid. Justine Pelmelaai, eigenlijk geen introductie meer nodig. Jij zit al zo lang in het vak. Ja, hè? Klopt. Ik hoorde jou vorige week, of wanneer was het, 2 weken geleden, bij de tijd van Max ook zeggen van ja, we zitten weer een beetje in die tijd rond het Songfestival. Dan word ik weer opgegraven en bellen ze me allemaal weer. Zo is het. Zo is het. Ja, je deed natuurlijk in 1989 mee met Blijf Zoals Je Bent. En je hebt ook je kleine neefje meegenomen, hè? Nou. Dat zei ze van Max ook ik al. Heb een kleine neefje meegenomen. En nou, ook muzikaal. En ik had mij beloofd aan mijn broer van dat ik altijd met zijn zoontje iets zou doen in de muziek. Ja. En eindelijk, na zoveel jaar... Is het ervan gekomen. En dan weer met het oude nummer, waar iedereen ervan kent. Ja, nou ja, ik had dat gedacht. Ja. En we hebben er nog een twist aan gegeven, wat dat betreft. Ja. Dus, we gaan het zo meteen horen, want jullie gaan het hier natuurlijk live zingen. Ayoub, ben je al een beetje gewend aan studio's en zo? Want jij zit natuurlijk wat minder lang in het vak dan Justine bijvoorbeeld. Nee, ik ben er zeker gewend aan geraakt. Ja. Ja. Hoe is het allemaal begonnen? Hoe hebben ze jou ontdekt? Want het is natuurlijk het bijzondere aan jou is dat je dus Marokkaans bent... En boer wil worden. Dat is eigenlijk kortweg het verhaal, toch? Ja, ik ben al boer. Ik heb mijn diploma's en certificaten die ik nodig heb. Ik heb alleen een boerderij nodig. Dus ik ben een boerderijloze boer. Boer zoekt boerderij. Boer zoekt boerderij. Ja, maar als hij zo bij boer zoekt vrouwen zou zijn, joh, dan heb je zoveel vrouwen. Krijgt niemand anders meer een boer. Nee, serieus. Ja, maar ik ben niet op zoek naar handouts. Ik heb 2 schouders en 2 benen die nog goed functioneren. Nee, en, echt, ja, maar alleen is maar alleen. Ja. Ja, dat is ook een mooi nummer. Ja. Alleen is maar alleen. Maar zoek je ook een vrouw dan? Nog? Nee, op dit moment niet. Ik heb denk ik veel te druk. Met koeien daarmee met, nog? Met het behalen van mijn boerderij. 4 uiers, hè? In plaats van 2. Ja, kijk. Kijk! Alles wat ik doe is om bij die boerderij te komen. Dus ik zie alles als een soort traptreden. Ja. Om er te komen waar ik wil zijn. Maar wie heeft jou nou eigenlijk ontdekt? Want Caro NCV heeft natuurlijk jou een programma toen gegeven. Je was online natuurlijk al zichtbaar. Hoe is dat nou precies gaan? Want je bent in Amsterdam-Oost opgegroeid. Ja, dus je schrijft er ook over in je tijdens, boek natuurlijk. Dus de coronaperiode was ik aan het werken op een boerderij. Ja. En vrienden van mij die vroegen zich steeds af... wat doe je nou op zo'n boerderij de hele dag? Toen dacht ik, nou, ik ga dat gewoon vloggen en ik gooi dat op YouTube. En toen werd het ontdekt eerst door de Nieuwe Oogst. Dat is een agrarisch dagblad. Mm-hmm. En daarna kwam NH Nieuws. En die wou ook een interview doen. En destijds dacht ik van ja... Het zou wel goed zijn, weet je wel. Nou, voor jezelf was het natuurlijk niks bijzonders. Nee, en de dag daarop hoor ik ineens van... je staat op het 12 uur journaal, dit, dat. En ik zeg, ga op, man. Dus ik ga naar binnen, ik ga broodje eten. En ik zie mezelf op het 12 uur journaal. Nou, en sinds toen ging mijn telefoon, die ontplofte gewoon. Weet je? Dat gewoon van, iedereen wou op een gegeven moment een televisieserie maken. We hadden nog een interview. En elke interview die ik deed ging viraal, viraal, viraal. Alles ging viraal. En op een gegeven moment dachten mensen... dat moeten wel een acteur zijn, weet je wel. Maar, en dan komen ze meteen... tegen en zijn ze echt flabbergasted. Ja. Waar komt die interesse voor de boerderij zo vandaan? In Nederland moet je best wel vroeg kiezen van wat wil je worden, wat wil je gaan doen. Ja. Nou, als 12-jarige kan je dat niet weten. Nee, dat is onmogelijk. Dat... Ja. En in plaats van dat ik dus na school altijd naar huis ging en op de PlayStation ging zitten, dacht ik van weet je wat, laat me gewoon fietsen door de buurt en kijken wat daar is. Nou, ik wou eerst hondenkapper worden. Hondenkapper? Ja. Oh. Ja. Hondentrimmer. Oh. Ja, een hondentrimmer. Ja. En toen ging ik buurten in Amsterdam voor zo'n hondentrimsalon. En dan zag ik allemaal honden naar binnen komen. Dus ik dacht, die mensen moeten wel dat is wel de bedoeling ook natuurlijk. Hè? Oh, ja. En, maar dat valt tegen, hoor. Nou? Ja, maar ze zijn heel lang bezig met zo'n hond. Dus ik heb zelf ook een hondje. 5-6 tientjes. Maar je bent wel een uur of anderhalf uur bezig. Dus als je dat is niet netto. Dat is veel anderhalf uur veel, hè? Sommige honden krijgen alleen opscheertjes en die worden gelijk doorgestuurd. Ja, maar dan kun je beter... Als je bij mij je hond zou Maar dan kun je toch beter gewoon... Ja, precies. Jolla. Kijk. Maar dan kan je toch beter mensenkapper worden? Want een man, zoals Marokkaanse Turkse kapsels en zo, in een kwartier sta je buiten. Nou, 30 euro. Ja, maar goed, mensen zeggen op een gegeven moment dat het niet goed is. En zo'n hond zegt niks. Nee, dat is waar, ja. Ja. Geen hond die er wat van zegt. Ja, nee. Maar toen dacht ik van ja, nee, dat ga ik niet doen. En ik had een lerares op school, zij was boerendochter. En zij kwam dus van een boerderij. Leuke meid?
Zij was lerares, vriend. Sorry, vriend. En ik vroeg haar van hoe zit dat leven in elkaar? Is het leuk of niet? Zei ze van ja, als je het gaat doen, moet je het niet doen voor het geld. Ja. Moet je doen omdat je het echt leuk vindt. Ja. En toen dacht ik, ja, maar wat kost zoiets? Weet je, zo'n koe. En toen ging ik op Google zoeken en zo. En toen kwam ik erachter dat dit dus 3000 euro kost. Ja, één koe, ja, hè? Ja, ja. Dat is wel cash. En ik ging naar een boerderij toe fietsen. En ik ging al die koeien tellen buiten. En ik telde zo'n gek bedrag. En ik dacht van, zoveel geld loopt gewoon buiten? Dat was gewoon voor mij onvoorstelbaar. Ik dacht, dat kan toch niet? En toen ging ik stagebedrijven bellen. En ik werd steeds afgewezen. Ik heb bij maar waarom? Je wil zo graag. Ik bedoel, volgens mij kunnen ze niet een meer toegewijde stagiair vinden. Nou ja, bij de meeste was van, als ik zei hallo meteen Joep, en dan zei ze met wie meteen Joep, en zeg ja, nee, dat hoeft niet, dat hoeven we hier niet. En dan werd er opgehangen. Als je gezegd met Jan? Ja. En, als je had gezegd hallo met Jan, was je dan wel gelijk? Nou, ik denk niet, Jan met een accentje als ik, dat klinkt ook niet echt geloofwaardig. In de buurt van Amsterdam is dat geen enkele garantie voor wat je binnenkrijgt dan, hoor. Nee, dat is waar. Nee, nou ja, de meeste praten maar voor mij was die afwijzing, dacht ik van, ja, er moet iets zo speciaals zijn daar, dat ik daar niet moet komen. Ja, 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 ik dacht van, er is iets daar, ik moet het nu echt zien. Ja. Hoe vaker ik werd afgewezen, des te ik meer gierig werd naar die plek. En toen kwam ik dus bij Boer Jan terecht. En de rest is history. Ja, nou, en toch, nooit meer van de boerderij af nu? Nee. Maar jij alleen dus als ik moet gaan slapen. Ja. Maar jij wilt dus ook echt je eigen boerderij. Echt de gebouwen, land, alles eromheen en zo. Maar in Amsterdam is daar weinig plek voor. Hey, ik hoef niet in Amsterdam te zitten. Okay. Voor mij is het belangrijk dat ik een boerderij heb met koeien om me heen en een huisje. Maakt je niet uit waar het is? Als iemand in Friesland of in Limburg, maakt het allemaal niet uit. Of in Flevoland. Je hebt ook geen voorkeur? Nee, ook niet. Als je maar gewoon als ik maar koeien hebt, dan vind je het eigenlijk genoeg. Andere, zeker. Ja. Joop, jij bent natuurlijk het neefje van Justine. Hoe is het om Justine als tante te hebben eigenlijk? Is het een beetje leuk? Ja, leuk eigenlijk. Ja? Ja? Ja, ik zou voor de gein, ze zeiden bij Max ook van, hoe vond je het dan toen je tante belde? Ik zei, nou wel lastig, was om 4 uur 's nachts. Dus toen was ik andere dingen eigenlijk aan het doen. Maar, 4 uur 's nachts? Nee, maar altijd voor slaap slecht. Nee, eigenlijk heel leuk altijd. Hè. Ik heb nog een foto waarbij we op de trouwerij heel lang geleden. En dan was ik al zo'n ventje en dan stond ik te dansen en altijd bezig met muziek. En dat is zeker wel, heeft het ook doorgegroeid in mij, dat het muzikale daarin doorspeelt. En mijn eigen vader natuurlijk, die was ook muzikant. Ja. Zit veel muziek in de familie Pamela? Ja, alleen maar eigenlijk. En sowieso heel veel Molukkers en Indonesië, daar zitten allemaal families met gitaartjes en weet ik het, om de verjaardag. Altijd wel ergens een passer mal aan waar je op optreden. Ja, dat is het. Zouden jullie zomaar ook een nieuw soort Masada of een soort Kelly Family kunnen worden? Nou ja, ja, er zijn zeker ook jongens die ik ken uit de Molukse wereld die eigenlijk daar heel veel mee bezig zijn. En ook het meer eigenlijk in het buitenland. Dus zeg maar op de Ambon zelf of whatever waar. En dat, dat gaat eigenlijk ook goed. Maar wij doen eigenlijk veel met muziek en eigenlijk nooit gestopt. Maar je zat ook al in de muziek, hè? Ja, ik was wel een jaar of 4 eigenlijk begonnen zelf het serieuzer te nemen. En daar was eigenlijk ook iets. Ik werkte voor het label Talpa BMG. En ik heb toen een aantal tracks gemaakt. En één track is daarvan ook in Meskina gekomen, de bioscoopfilm. Ja. Dus dat was heel gaaf, want ik kreeg berichtjes vanuit van stewardessen. Die zei, je film is in de lucht hier zo. En dan vanuit de bioscoop. En, nou, de meeste mannen doen een moord voor een sms'je van een stewardess, hoor. Nou ja. dat was best leuk voor zo'n DM. Dus, nee, dat gaat eigenlijk heel goed. En laatst zelf ook een track nog uitgebracht. En ik werk ook voor de radio, Unity. Dus, ja, dat weet ik, toevallig jullie... co-concurrent, dus daar doe ik zo. Con-collega's, zeg je net. Dus, zou je niet een plaat willen maken met Ayoub? Hij heeft al Platteland gemaakt. Laten we een klein stukje luisteren naar Platteland. Dit is de intro van jouw programma. Hè? Geboren
in de stad naar het platteland. Reis Nederland door voor de boerendroom. Met koeien om me heen ben ik in mijn zoom. Met mijn hart in de stad en manier in het land. En kalf in mijn hand als boerkracht. Maar toen ik in de stad, dat is cruisestro. Strijd voor je droom is the way to go. Ik heb een droom, ik wil een boerderij. En het gaat me lukken ook. Van de stad naar het platteland. Schuiven iedereen nu aan de kant. Heb een droom, lig er niet wakker van. Heb mijn eigen toekomst in de hand. Reizen door heel Nederland. Met een hele gekke masterplan. Ben op zoek naar money, man. Ben op zoek naar money. Money, ja ik wil money. Ik wil niet meer skeer zijn. Nee, sorry. Ga mijn dromen achterna. Don't worry. Ik ben een echte fighter, net rocket. We komen van de stad, we gaan naar het platteland. Houden alles in balans, ey, ey. Ik doe niet bij de hand, ik pak elke fucking kans. En we zoeken naar die chance, ey, ey. Van de stad naar het platteland. Schuiven iedereen nu aan de kant. Heb een droom, lig er niet wakker van. Heb mijn eigen toekomst in de hand. Boerenjoep, wat dacht je dan? Geboren in de stad naar het platteland. Reis Nederland door voor de boerendroom. Met koeien om me heen ben ik in mijn zoom. Met mijn hart in de stad en manier in het land. En kalf in mijn hand als boerkracht. Maar toen ik in de stad, dat is cruisestro. Strijd voor je droom is the way to go. Ja, tof hoor. Ja, ja. Ben je nog steeds een skier? Of valt het nu mee? Een straathaler, hè, voordat je geen cent te maken hebt. Eigenlijk. Daar komt het op neer, toch? Nou, wat ik zo tof aan hem vind is wel dat hij is natuurlijk waar hij bekend om is geworden. Is eigenlijk het feit dat je gewoon een boer wil zijn, ja, zeg maar. En een ander uiterlijk, net zoals dat ik Joop heet, wat de mensen ook niet verwachten. Nee. Maar het tof is dat ik ook vind dat je ook gewoon in je tekst dus ook gewoon doorgaat over je passie. En dat is dus boer zijn. Ja, dat ja, is, ja, dat ja, is juist eigenlijk, dat gebeurt niet zo vaak. Dus ja, ik zou zeggen, let's go man, we gaan afspreken. Dus, ja. Hoeveel tijd heb je jezelf gegeven voordat je die boerderij hebt? Ik heb mezelf een deadline gegeven voor 10 jaar. Vanaf 10 jaar? Ik ben 24, dus als ik 34 ben, moet ik... Nou, want hoeveel heb je nodig? Hè? Want je zegt dat 1 koe kost 3000, maar je hebt natuurlijk een investering nodig. Ik moet nog heel wat boeken verkopen, ik moet heel wat televisieseries maken, ik moet nog wel heel wat nummers uitbrengen en dan komen we er wel. Maar heb je berekend op welk bedrag? Dus heb je 5 ton nodig? Heb je 1 miljoen nodig? Ik denk als ik mijn eerste 1 miljoen binnen heb, dat ik dan al begin met opbouwen. Zeker. Ja. Want je hebt er heel veel voor nodig. En je ziet ook altijd, dat is mooi aan die programma's als Boer zoekt Vrouw, dat zo'n bedrijf natuurlijk wel bijna 20 uur per dag bezig is. Ja. Nou, het is 24-7. Ja. Ja. Je kan nooit een vakantietje nemen of zo. Dat je zegt van, ik ga even een paar weken weg. Ja. Nou, het is vakantie daar. Ik bedoel, als je jij ziet het echt als vakantie. Ja, als je daar op een boerderij bent, je bent klaar met werken om 8 uur, vooral met dit weer. Ja. En dan ga je zitten op je veranda of zo en dan kijk je om je heen, zie je al die koeien om je heen, al dat groen om je heen, al die hekjes zo, ja. Maar denk je nou prachtig dat je eenzaam zal zijn? Want ik bedoel, Amsterdam-Oost is natuurlijk, daar heb ik ook gewoond, dat is hartstikke druk. Ja. En daar zit je dan helemaal alleen met je koeien en ook geen vrouw en zeg, dan heb ik ook even geen behoefte aan. Nee, misschien heb ik dan wel wat gevonden. Als hij 1 miljoen heeft, dan weet ik zeker dat hij een vrouw heeft. Dan komt er vanzelf een vrouw. Koeien zijn een vrouw, hè? Ja, dat zijn mijn vriendinnetjes, zeker. Ja. Maar het gaat wel allemaal. Maar waarom dan specifiek ook de koeien? Zijn dat gewoon leuke, lieve beesten? Als je het boek een beetje gaat lezen, dan zie je dat ik heel wat heb gehad aan die dieren. Als ik daar kwam, ik begon met kalverhokken uitmesten. En ik kwam later achter op de opleiding dat dat het kutste klusje is van de boerderij. En ik vond het het leukste om te doen. Ja. Omdat ik dan lekker bezig was fysiek. En elke keer dat ik terugkwam bij die kalveren, begon ik op een gegeven moment herkend te worden. En dan kreeg ik kopjes en alles. Ja. En die dieren zijn zo lief, weet je wel. En ze worden zo groot. Een koe weegt gemiddeld 650 kilo. En dat hij dan naar je toe komt. En dat je hem kan aaien en erop kan zitten soms zelfs. Ja, dat vind ik helemaal geweldig. Maar het is dus toch zo, hè, dat een koe je wel herkent en wel ook als, dat je, wat je zegt, weet je, dat hij naar je toe komt en dat hij dan geaaid wil worden. Dat is toch heel veel mensen zeggen. Ja, ik zeg op een gegeven moment, ik begrijp waarom die in India heilig is. Justine, jij hebt natuurlijk aan The Voice meegedaan een tijdje geleden. Toen was je hier ook al, in november was dat alweer. De tijd gaat ontzettend snel. Heb je daar nog wat aan gehad? Merk je dat? Dat je daarin hebt gezeten? Of zeg je van, het was natuurlijk... Het is heel snel weer vergeten. Ja, nee. Niet vergeten, maar wel de verschrikkelijke tijd natuurlijk. Want de corona. En uiteindelijk heeft het voor niemand iets gedaan, omdat we de corona hadden. Dus we mochten niet optreden. Je mocht niet eens repeteren. Want voor de aerosolen, zoals dat heet. Weet ja, je, precies. Ja. En ja, je kon je ook nergens presteren. En dat was best wel moeilijk. Dus
Wat je dan deed is bijvoorbeeld Alleskunners heb ik aan meegedaan. Ja. Ik zulke soort programma's. Ja. Veel interviews. En, ja. Maar ja, je kan niet echt goed zingen. Hey, je hebt natuurlijk het Songfestival gevolgd, ja, waarschijnlijk dit jaar. Wat vond je ervan? Ik ben wel benieuwd. Het was natuurlijk vorige week. Wil je het echt weten? Ja, maar je mag daar gewoon alles over zeggen. Waar wil je het over zeggen? Over ons liedje, over de show, over wat wil nou je? Nou ja, kijk, als we het hebben over het Songfestival, zeg maar, hoe we het nu zien, dan is dat zo anders dan 33 jaar geleden. Het is eigenlijk gewoon nu een complete, videoclip. En veel LED natuurlijk. En het is prachtig, want ik ben ook in Rotterdam geweest. Ja, fantastisch. Daar mag Nederland echt trots op zijn. Maar echt het liedje Songfestival, Song, dat is er niet meer. Het heeft er niet meer mee te maken. Het is meer een freakshow geworden. Ja, gewoon, hoe gekker, hoe beter bedoel. Met sommige momenten wel hele goede liedjes. Ja. Ja, maar net zoals we hadden dan bijvoorbeeld die gele maskers. Ja. Nou ja, het is de bedoeling dat je ook iemand ziet zingen. Nou, en ja, dit is gewoon een act. Sterker nog, ze spraken hun eigen taal. Als ze een interview mochten geven, dan zeiden ze eigenlijk niks. Nee. Dat vind ik ook niet leuk. Kijk jij, Ayoub, naar het Songfestival? Ja, ik heb gekeken naar Stien, zeker. Oh, ja? Ik vind haar echt hard, hoor. Ja, zij is wel goed, hè? Ze hebben wel goed gedaan, hoor. Ja. Ja, om even daarop in te haken. Ik vind Stien ook best goed, maar ik ken wel andere werken van haar. Ik vond deze keuze... Dit is niet haar sterkste liedje. Nee. Alles bijvoorbeeld ochtend, avond, weet je, vind ik hartstikke goed. Maar wat vind je dan van die winnaar? Oekraïne heeft natuurlijk gewonnen. Dat zagen we al mijlenver van tevoren aankomen. Wij zeiden ook al van, ja, je moet natuurlijk stemmen voor talent en niet voor sentiment, omdat het land toevallig in de oorlog... Dat vind ik zelf ook. Ik vind het eigenlijk jammer dat je die wedstrijd nog houdt. Hè? Ja. Ik bedoel, als je van tevoren weet wie de Champions League gaat winnen, kijk je het seizoen ook nog misschien. Ja. Wat vind je daar dan van? Vond je dat een goed liedje? Nou, ze hebben wel gewonnen met... een goed liedje, maar niet een Stefania. Ja, aanstekelijk. Ja, dat wel. Een soort van, voor mij is het ook echt zo'n liedje dat dat je een keer, je kijkt weer een keer naar het Songfestival en dan denk je, oh, heb zo'n nummer weer gewonnen. Ja. Dat is niet lullig, maar dat is wel echt een beetje, weet je, als ik Arcade, daar kreeg ik kippenvel van. Ja, nummer. Ik toen ook, toen dacht ik echt, daar doe je het voor. Eigenlijk werd het ook wel in de puntentelling weergegeven, want de nummers 2 en 3, dat waren hartstikke goede liedjes. Ja. Ja. Dus echt, sentiment heeft het gewonnen. Engeland, goede liedjes Zweden, 2 en 3. Ja. Dus. Ja. Absoluut, ja, die gozer is ook super goed, joh. Die Engelsman. Spaceman. Spaceman. Nou, wat was die goed, Hè? Ja. Oh, dat is om jaloers op te worden. Geweldig. Ja, ik had hem ook hoog staan, hoor. Zou je nog een keertje meedoen eigenlijk aan het Songfestival? Ja, maar ik dacht zo van, waarom... We hebben een Junior Songfestival. Oh, een Senior Songfestival. Senior Songfestival met All Stars of zo. Nou, hoef het niet te hard, voor dat weet worden. Ja, dat bedoel ik. Nou ja, buiten dat, weet je wel. Maar ik heb wel eens meer van die ideeën. En opeens dan zie ik het voorbij komen, weet je wel. Want ja, dan heb ik het weer niet goed op dat format gezet. Ja, klaar. Weet je wel, wegprogramma. Ja. Maar in ieder geval... maar dat zou ik dan wel mooi vinden. En dan zou je gewoon willen strijden tegen, Marga Bult en jullie allemaal onderling. Allemaal Nederlandse artiesten, maar echt ook de buitenlandse. Buitenland, internationaal. Dus, dan krijg je gewoon een hele andere doelgroep die naar een Songfestival gaat kijken. En dan heb je weer de echte liedjes. Maar dan wel met een orkest, met vind je niet? Orkest, ja, dat hoort natuurlijk wel. Oude Brotherhood of Men krijgen we dan weer bij elkaar, of wat er nog van over is. Ja. Ja. Daar loop je wel tegenaan, natuurlijk ook. Zou leuk zijn. Zometeen gaan we eventjes verder praten natuurlijk met jullie. Jullie gaan ook nog de nieuwe single zingen.